een nieuwe review. Dit keer van de nieuwe Coolcam Motion Sensor. Dan zou je misschien zeggen, ja, die heb je toch al een keertje gehad. Dat klopt allemaal. Alleen dit is de versie 3. En de versie 3 die heeft een temperatuursensor in gebouwd ten opzichte van de andere versies. Nou, hij werkte via de Z-Wave Plus protocol. En het is dus een bewegingssensor, een temperatuursensor en er zit een lux sensor in gebouwd. En daarmee kan je het licht meten. Dus een mooie 3 in alles sensor. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Kunnen we hem even nader bekijken. Nou, wat krijgen we dan? Een handleiding in het Engels. Dat is op zich ook wel fijn in plaats van in het Chinees. En ja, daar staat van alles in hoe je hem kan toevoegen. Wat wel interessant is, is deze bladzijde. Dan zie je namelijk het bereik van de sensor. En hij heeft een bereik van 7 meter. Dus dat is handig om te weten. Nou, dan de sensor zelf. Nou, wat hebben we dan meer? Er worden pluggen en schroeven worden er mee geleverd. Dat zijn deze, om hem vast te maken. En er wordt een beugeltje meegeleverd. Dat je aan de muur of plafond kan bevestigen. En ja, hier kan je natuurlijk niks in vastschroeven. Dus die schroefjes die gaan hier in. Dit plaatje kan je eraf halen. Dan kan je hem even goed vastmaken. En dat plaatje, dat is magnetisch. En het leuke daarvan is dat je hem echt in alle hoeken, die sensor, kan bewegen. En dat is natuurlijk wel fijn. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben een dubbelzijdige sticker. Om dus die muurplaat, zeg maar, vast te maken in plaats van met de schroeven. En er wordt ook nog een klein dubbelzijdig sticker wordt er meegeleverd. En die kan je dan rechtstreeks op de sensor zelf plakken. Dan ben je natuurlijk wel wat beperkter in je hoek natuurlijk. Nou, hij is te kopen voor rond de 20 euro. Wat hem op zich natuurlijk best wel gunstig geprijsd maakt. Aan de binnenkant. Daar zit nog een batterij. Die wordt ook meegeleverd. Dat is een CR123A batterij. En hier aan de bovenkant zit een knopje om toe te voegen aan de controller. Dat laat ik zo nog eventjes zien. Als ik hem even vergelijk met de concurrentie. Dan hebben we hier bijvoorbeeld de EIOTEC. Ja, die heeft wel een vochtmeter in gebouwd. En er zit een schoksensor in en nog wat meer sensoren. En ook de temperatuur zit er ook in. En die is wel wat groter. Deze kan ook via de batterij, dat is logisch, want dat kan die andere ook. Maar via een USB gevoed worden. En er kunnen twee batterijen in. Dus dat is op zich wel een voordeel. Deze is wel een stuk duur. Volgens mij is hij rond de 60 euro, 65 euro. Dus dat is natuurlijk wel een prijsverschil. En dan hebben we nog de versie 1 van de nieuwe Coolcam. Ja, die is eigenlijk redelijk hetzelfde. Behalve dat hier aan de achterkant bij de versie 3, daar zitten van die inhammen, dat heeft deze niet. En de versie 3 heeft natuurlijk die temperatuursensor ingebouwd, dat heeft de versie 1 en de versie 2 weer niet. Overigens, de versie 2 heeft ook die inhammen. Maar ja, dat doet er nog niet zo heel veel toe, daar zie je toch niks van. Nou, dat is even wat ik wilde laten zien van deze sensor. Ik ga hem nu toevoegen aan de Homey, kunnen we ook even kijken hoe die precies werkt. Nou, als eerste starten we de app op. En dan gaan we naar onze apparaten toe. Klik op het plusje. Zoeken vervolgens op Neo Coolcam. Klikken hem aan. Nou, normaal gesproken moet je dan even een app installeren. Ik heb hem al, dus vandaar dat dat niet hoeft. En dan moeten we even de juiste versie opzoeken. We hebben nummer 3. Connect. En dan halen we de achterkant van de sensor eraf. En dan zie je hier binnenin zie je een klein knopje zitten. En normaal gesproken zit er ook nog een klein lipje bij de batterij die we even moeten verwijderen. Nou, dat knopje dat vervolgens drukken we 3 keer achter elkaar in.
Je ziet dan dat die LED 5 keer gaat knipperen. En ik zie ook in de app dat er een vinkje komt. En dat doen we dan nog een keertje. Nou, en vervolgens is hij toegevoegd. Dus ik zie hem ook bij mijn apparaat staan. Even zorgen dat hij niet wegrolt. En als ik hem aanklik, nou, dan zie ik momenteel nog geen waardes binnenkomen. En dat heeft te maken dat altijd heel even duurt. Dus we wachten eventjes. Ja. Wat vaak ook wel eens even helpt, is om even beweging te registreren bij de sensor. Maar ik zie nu al dat de temperatuur er al is. En de luxwaarde zie ik ook. Maar alleen nog geen beweging. Dus we wachten heel eventjes tot hij geen beweging meer registreert. Nou, dat zal nu wel zijn, gok ik zo. Ja, en dan zie je ook dat hij de beweging ook registreert. En als er geen beweging is, uiteraard ook. Batterijniveau zien we. En we zien even wat de laatste status is. Nou, als we bij de settings gaan kijken, kunnen we daar de gevoeligheid instellen. Nou, en nog wat andere zaken. En je kan ook bijvoorbeeld die LED aan en uit zetten. Handig dat dat erin zit. Het is niet altijd heel fijn dat die aangaat. Als we naar de flows toe gaan. En we maken even een nieuwe. En we doen daar een nieuwe kaart toevoegen. En we gaan vervolgens naar die pair toe. Nou, dan zien we daar de aan en uit van het alarm. We hebben de temperatuur. En we hebben de lux. En we hebben de batterij. Dus dat zijn allemaal triggers waar je wat mee kunt doen. En dan bij de N. Nou, daar of er wel of niet beweging is geregistreerd. Nou, en wat hij dan uiteindelijk moet doen, is uiteraard niks, want dit is geen lamp of iets. Dus je kan hem niet aanzetten. Nou, als ik dan even een voorbeeldflow maak, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik heb beweging. En die luxwaarde is onder een bepaald niveau. Dus dan ga ik naar de logic. Dan zeg ik, hij moet kleiner zijn dan, en zoek ik daar vervolgens even de pair op. En dan zien we daar ook de luminance zien we daar staan. Nou, en als we dan zeggen bijvoorbeeld, hij is lager dan 5, dus dan is het donker. Dan mag je een bepaalde lamp aanzetten. Nou, op deze manier, als er beweging is en er een luxwaarde is lager dan 5, dan gaat deze lamp aan. Nou, zo heb je een beetje een indruk van deze sensor. Op onze website heb ik hem nog wat uitgebreider getest, ook met wat andere controllers. Dus kijk daar vooral ook eventjes en tot de volgende keer.